Hoe kun je nu weten of je autisme hebt? Hallo allemaal, welkom bij deze video. Ik ben Mariska en ja, ik heb het misschien al wel vaker gezegd. Ik heb autisme en vandaag ga ik vertellen over hoe je autisme kunt herkennen. En dat is eigenlijk best wel een lastige opgave, want autisme is een spectrumstoornis. Wat betekent dat het eigenlijk heel veel kenmerken heeft. En de ene persoon met autisme die is weer heel anders dan de andere persoon met autisme. En toch zijn er wel wat dingen die overeenkomen bij elkaar. Ik ga dan ook wat dingen vertellen waar veel mensen met autisme, ja, wat ze zullen herkennen. En misschien dat jij een heleboel niet herkent. En ik moet ook bijzeggen dat dit niet iets is waar je jezelf je diagnose bij kunt stellen. Natuurlijk kun je wel een vermoeden hebben. Maar ja, als je echt een diagnose wilt laten stellen, kun je het beste even via de huisarts een verwijzing vragen voor een diagnosetraject. Want dan weet je het gewoon zeker. Het eerste wat veel mensen met autisme zullen herkennen, dat is gevoeligheid voor prikkels. En prikkels zijn eigenlijk alles wat via de zintuigen binnenkomt. Dus geuren, dingen die je ziet, licht, geluiden, aanrakingen. En bij mensen met autisme kun je het eigenlijk zo zien alsof er een filter in de hersenen ontbreekt. Waardoor al die prikkels tegelijkertijd binnenkomen. En mensen die geen autisme hebben, die hebben dus wel een filter. Stel dat je bijvoorbeeld in gesprek bent met iemand. Als je autisme hebt, dan kan het best wel lastig zijn om iemand te volgen. Als je in een ruimte bent, dan zie je misschien wel van alles aan de muren hangen. Misschien hoor je wel wat gestofzuigen in een naburige kamer. Of geluiden die van buiten komen. Misschien hangt er wel een gekke geur. En ja, voor mensen als ik is dat gewoon heel moeilijk allemaal te blokkeren. En mensen die geen autisme hebben, die hebben dus dat filter. Waardoor die dingen, ja, wat meer geblokkeerd kunnen worden. En ik wil niet zeggen dat zij niet ook die gekke geur kunnen ruiken. Maar het zal gewoon net wat makkelijker zijn om het af te sluiten. Het tweede kenmerk van mensen met autisme, dat is overprikkeling. En dat heeft eigenlijk ook te maken met wat ik net vertelde over al die prikkels die binnenkomen. En stel dat je bijvoorbeeld in een supermarkt bent en daar wordt nog wel eens muziek afgespeeld. Als het heel druk is, zie je overal mensen met van die wagentjes. Ja, dat kan gewoon heel veel prikkels geven. Vooral als er bijvoorbeeld ook heel veel kinderen zijn die geluid maken. Of mensen die hard praten. En dat kan dus overprikkeling veroorzaken. En dan wordt het eigenlijk gewoon, je hebt dan eigenlijk gewoon te veel aan prikkels die tegelijkertijd binnenkomen. Die niet gefilterd kunnen worden. En dan kan je bijvoorbeeld last krijgen van heel erg nervositeit, stress. Van alles. Soms wel angst en paniek aanvallen. Gewoon je heel rot voelen. Het wordt eigenlijk allemaal te veel. En signalen kunnen ook zijn dat je hoofdpijn krijgt. Of zin hebt om te huilen. Of misschien zelfs wel boos wordt. Het lontje kan gewoon korter worden. En dat is gewoon echt heel erg vervelend. En er is dan ook vaak gewoon heel veel tijd nodig om weer bij te komen. Ik heb echt wel gehad dat ik naar de supermarkt was geweest. En dat ik eigenlijk gewoon in tranen thuis kwam. Omdat het allemaal te veel was geweest. En dan moest ik echt gewoon wel minstens een uur, anderhalf op de bank liggen om weer een beetje bij te komen. En het kan zelfs zo zijn dat als je, stel dat je een dag naar een pretpark bent geweest. Wat natuurlijk aan de ene kant super leuk is, hè. Ik kan er in elk geval echt heel erg van genieten. Maar ik moet dan wel echt minstens 2 dagen vrij plannen daarna om weer bij te komen van al die prikkels. Als je autisme hebt, kun je ook erg onbegrepen voelen. Het is gewoon zo dat sociaal contact met anderen vaak toch op een andere golflengte plaatsvindt. Dat is hoe ik het altijd benoem. En ja, wij hebben gewoon wat meer moeite soms met mensen te begrijpen die geen autisme hebben. We vinden vaak dat ze dingen niet duidelijk uitleggen of zeggen. En andersom kan het natuurlijk ook zo zijn dat zij ons minder goed begrijpen. Want ja, we hebben gewoon ook toch wel een soort van afwijkend gedrag, van de norm. En dat kan gewoon echt heel vervelend zijn. En je kan je dan ook echt wel eenzaam voelen. En ook alsof mensen geen begrip voor je hebben. En andersom is dat misschien ook wel hoor. Dat die mensen zoiets hebben van, wat doet die persoon gek naar mij? Wat ik dan wel weer heel mooi vind, is dat zodra ik met iemand praat die wel autisme heeft, dan heb ik het idee dat ik op dezelfde golflengte communiceer. En dan gaat het allemaal gewoon wel goed over het algemeen. Dus dat vind ik dan juist weer heel leuk. En dan vind ik dus ook echt wel herkenning bij elkaar. Ja, we zeggen gewoon vaker dingen op dezelfde manier. En dan begrijp je elkaar gewoon eerder.
Een bekend kenmerk bij mensen met autisme is moeite hebben met veranderingen. En ik moet zeggen dat dat niet geldt voor alle veranderingen. Het zijn vaak die veranderingen die onverwacht zijn, die je niet gepland hebt. En ik heb vroeger bijvoorbeeld gehad in de studententijd dat ik het heel lastig vond als een vriendin in één keer wilde afspreken die avond. En dan had ik bijvoorbeeld al gepland dat ik die avond mijn favoriete tv-programma zou gaan kijken. Gewoon lekker thuis op de bank. Daar zat ik me gewoon al helemaal op te verheugen. En ik zei dus van, nee, sorry, ik kan niet mee naar de bios, want dat programma komt. En zij had zoiets van, ja, maar dat kun je opnemen. Ik had toen nog een videorecorder. En zij begreep dat echt niet. Zij vond dat gewoon ook helemaal niet leuk. En voor mij was het zo'n mindswitch om wel te gaan. En soms deed ik dat dan wel, hè, want ik wilde ook niet voor onvrede zorgen. Maar dat kostte mij echt enorm veel moeite om die verandering door te voeren. En wat mij tegenwoordig wel helpt, is dat ik als zoiets voorkomt, dat ik dan zeg van, nou, ik moet er even over nadenken. En dan kan ik soms nog wel in die nadenktijd wel aan het idee wennen. En dan kan ik erop terugkomen. Dus dan zeg ik niet meer direct nee. En dan kan het dus wel een ja worden. Maar het kan ook zijn dat ik denk van, ja, ik voel me er gewoon echt niet prettig bij. Zullen we morgen gaan? Dus dat is wel iets wat veel mensen met autisme wel zullen herkennen. Het kan ook echt vervelend zijn als je op je werk in één keer een andere taak moet uitvoeren dan je gewend bent. Ik heb bijvoorbeeld voor een tijdschrift gewerkt. Dus ik wist eigenlijk altijd wel dat als ik dan weer op het werk zou komen dat ik met een bepaalde tekst verder zou gaan. Maar ja, soms moesten wij in één keer invallen bij een ander tijdschrift omdat zij een deadline hadden. En dan werd dan in één keer die ochtend aangekondigd. En dat was voor mij echt heel lastig. Ik moest dan helemaal weer die mindswitch doen. Ik werd ook echt vervelend van geïrriteerd. Ja, ik had dat gewoon helemaal niet daarop gerekend. En voor mensen met autisme is dat gewoon, ja, eigenlijk kun je het zien alsof alles in het hoofd in de war raakt. Dat moet eigenlijk allemaal weer hersteld, zeg maar, een soort van gedefragmenteerd als we in computertermen praten. En dat kost ook heel veel energie. En wat ik net al zei, als je dus zelf een verandering doet, dus iets waar je zelf controle over hebt, dan is dat een heel ander verhaal. Want ik kan bijvoorbeeld best wel dingen in huis veranderen of in één keer zeggen ze een uurtje later gaan of zelf voorstellen zullen we vanavond ergens naartoe gaan, terwijl ik eigenlijk iets heel anders van plan was. Maar ja, dan is het iets waar ik zelf controle over heb. Iets waar ik zelf, wat in me opgekomen is, waar ik eigenlijk heel veel zin in heb. En dan kost het me helemaal niet zoveel energie. Het zesde wat veel mensen misschien wel zullen herkennen is je anders voelen. Ik heb me echt mijn hele leven al anders gevoeld dan andere mensen. Vooral op school voelde ik me heel erg anders en buitenbeentje. Ik werd ook gepest. En ja, ik merkte gewoon wel van, wat is er nou? Er is iets met me. Wat is er met me aan de hand? Waarom kom ik niet mee in de klas? Ja, waarom word ik niet begrepen? Waarom begrijp ik anderen niet? En ja, toen ik mijn diagnose autisme kreeg, was dat natuurlijk wel een verklaring. En ja, eigenlijk vind ik het nu helemaal niet meer zo erg dat ik zeg maar anders ben. Want ja, eigenlijk heeft het ook wel weer iets leuks. Dat ik noem het tegenwoordig maar gewoon dat ik wat excentriek ben. Dus ik heb het gewoon geaccepteerd en ik ben wie ik ben. En er zijn gelukkig ook heel veel andere mensen waar ik mij in herken en waar ik vriendschappen mee heb gesloten. Een bekend kenmerk van mensen met autisme is het goed kunnen zien van details. En wij zijn dan vaak ook heel erg nauwkeurig. Ik kan bijvoorbeeld heel goed teksten redigeren. Ik zie dubbele spaties. Ik zie gewoon heel snel tekstfouten. Maar het kan ook gelden voor andere dingen. Bijvoorbeeld mensen die bij de politie werken bij opsporing. Die camerabeelden helemaal analyseren. En die dan eerder gewoon afwijkende dingen zien. Of iets wat belangrijk is. Wat daar wel weer bij geldt is dat het complete plaatje soms wat eerder niet gezien wordt. En dat merk ik ook wel bij mezelf. Ik zie gewoon eerder details dan het geheel. En vroeger als ik dan bij geschiedenisles, ik haalde altijd slechtere cijfers. Want bij tentamens, toetsen en dergelijke, ik kon heel goed de details zoals data en zo, die kon ik wel leren. Dus ik kon echt wel vertellen wat er op een bepaald moment gebeurde. Maar ik kon niet het overzicht zien wat bijvoorbeeld het gevolg was van het een op het ander en zo.
En daardoor haalde ik echt maar met heel veel moeite toch een voldoende. En ja, dat kan ik nu dus wel achteraf verklaren. Iets wat veel mensen met autisme graag doen, dat is lekker thuis zitten in een vertrouwde omgeving. En ook alleen tijd is daarbij wel belangrijk. Natuurlijk zijn er mensen met autisme die niet ervan houden om alleen te zijn. Maar ik hoor toch wel heel veel terug, en dat geldt dus ook voor mij, dat gewoon lekker alleen zijn gewoon heel fijn kan zijn. En ik noem dat dus alleen tijd. Alleen tijd is voor mij gewoon echt een speciaal moment. Gewoon lekker thuis met mijn konijntjes. Geen mensen om me heen. Daar kom ik gewoon helemaal tot rust. Ja, gewoon lekker stilte. Zelf alles bepalen. Ik hou er ook van om zelf uitjes te doen. Ik ben ook wel een paar keer alleen op vakantie geweest. Ja, dat is niet iets wat iedereen maar zou willen of durven. Maar ik kan daar gewoon ontzettend van genieten. En nu is het wel weer tegelijkertijd zo dat ik ook wel weer heel veel behoefte heb aan sociaal contact. Dus dat is dan wel weer, ik kan ook weer niet te lang alleen zijn. Ik heb echt wel behoefte om een paar keer per week iemand te zien. Want anders dan word ik weer, eigenlijk wel weer eenzaam. Maar ja, het moet dus wel echt die balans hebben, zeg maar. Mensen met autisme kunnen ook in hun leven op een bepaald moment vastlopen. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren op school of in werk. Komt op een gegeven moment gewoon een moment dat het gewoon even niet meer gaat. En het kan zijn dat je als kind al op school bent vastgelopen. Dat het misschien in de klas te rumoerig was. Dat je daar gewoon niet mee kwam of overprikkeld thuis kwam. Misschien wel woedeaanvallen hebt gekregen of huilbuien. En ja, dat is gewoon echt heel naar, hè. Ik bedoel, anderen kunnen het dan kennelijk wel gewoon dat allemaal aan en jij niet. Dus dat is echt heel naar. En dan kan het natuurlijk zo zijn dat je naar een speciale school bent gegaan. Maar ook daar kunnen gewoon best wel veel prikkels zijn. En als ik dan voor mezelf spreek, ik ben dan in werk vastgelopen. Ik heb op een gegeven moment een burn-out gekregen. Ik heb echt een heel erg groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ik ben ook wel perfectionistisch. Dus ik ben daar gewoon helemaal voor gegaan. Het was een fulltime baan. Alleen op een gegeven moment was het gewoon te veel. Ik kon het gewoon niet aan. De hele dag op kantoor zitten met mensen om me heen. Achter de computer werken. Ik was gewoon echt aan het eind van de dag compleet op. Dus het is ook niet raar dat ik op een gegeven moment ben uitgevallen. En ik vroeg me ook af van hoe kan dat nou dat andere mensen wel gewoon die hele dag daar kunnen zitten werken. En ook nog kunnen overwerken. Nog gewoon met energie naar huis gaan. Of zo leek dat dus voor mij, hè. Maar ik kon dat dus niet. En ook daarna is het mij nooit meer gelukt om, om heel veel uren te maken. Dus dat is iets waar ik nog steeds wel tegenaan loop. Dat meer dan 3 uur per week werken. En dat ook nog verspreid over de week. Dat voor mij op dit moment de max is. Iets waar veel mensen met autisme moeite mee hebben. Dat is praten over koetjes en kalfjes. Ja, wij vinden het eigenlijk gewoon veel leuker om gewoon echt over een bepaald onderwerp te praten. Waar we ook gewoon lekker diep op in kunnen gaan. En dat koetjes en kalfjes, bijvoorbeeld bij de bushalte, over het weer. Of andere dingen die voor ons misschien minder van belang zijn. Dat is best wel moeilijk. En ik moet zeggen dat ik heb het mezelf wel aangeleerd. Dus als ik nu ergens ben, sta te wachten of zo, dan lukt dat mij wel. Maar het is iets wat niet van natuur is gekomen. Het volgende wat mensen met autisme ook wel zullen herkennen, dat is hooggevoelig zijn. En hooggevoeligheid, dat is iets wat ook bij mensen zonder autisme kan voorkomen. En daarbij hoort dan ook weer bij dat je gevoelig bent voor al die prikkels. Er hoort ook bij dat je eerder bijvoorbeeld stemmingen van andere mensen, dat je dat overneemt of herkent. Ik kan bijvoorbeeld het al merken als iemand in de kamer een zware energie heeft of ergens mee zit. En dan kan het ook wel heel verwarrend zijn als dat niet geuit wordt. Dus dan voel ik wel iets. En als die persoon eigenlijk gewoon dat camoufleert door heel vrolijk te doen, dan matcht dat bij mij niet. Omdat ik voel gewoon dat andere gevoel door, het acteerwerk heen. En dat kan juist extra verwarrend zijn. En hooggevoeligheid zorgt er ook voor dat je gewoon eerder vermoeid bent. En dat is dus ook een van de redenen waardoor werk en opleiding of sociaal contact gewoon lastig kan zijn. Waardoor je gewoon eerder op bent dan een ander. En dat kan echt wel belemmeren. Ik noemde het net al, maar ook vermoeidheid is iets wat dus bij autisme veel voorkomt. En dat is eigenlijk gewoon het resultaat van alles wat ik al eerder genoemd heb. Van moeite met sociaal contact,
prikkels, hooggevoeligheid, ja, het ontbreken van dat filter in het hoofd. En ja, als je bijvoorbeeld op bezoek bent geweest bij iemand of misschien na een verjaardag. Ja, ik moet bijvoorbeeld echt zeggen van ik blijf niet al te lang, want anders raak ik oververmoeid. En sowieso als ik dan thuis kom, moet ik vaak echt wel bijkomen. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor een vergadering. Ik kan bijvoorbeeld ook niet meerdere werkafspraken achter elkaar plannen. Of een werkafspraak en dan nog iets sociaals of zo. Ik moet echt zorgen dat ik in mijn agenda vrij plan. Dus voor de afspraak, na de afspraak. En als het echt om een uitje gaat, dan moet ik echt wel de dag tevoren niks doen. En één of meer dagen daarna kan ik ook gewoon eigenlijk niet zo heel veel doen. Dus die vermoeidheid die is echt heel erg belemmerend. Als je autisme hebt, kun je bepaalde dingen ook wel letterlijk nemen. En het kan bijvoorbeeld bij bepaalde gezegdes zijn. Maar het kan ook gewoon zijn als iemand een voorbeeld geeft en bijvoorbeeld zegt van ja, als je bijvoorbeeld dit of dat doet. En dan heb ik zoiets van ja, maar ik doe dat nooit. En dan heeft die persoon zoiets van ja, maar ik zei het bij wijze van spreken als iemand in het algemeen dat doet. Dan heb ik zoiets van ja, maar je zei jij. En dan denk ik dus dat die persoon voor mij invulde dat ik dat wel eens zou doen. Dus dat is iets wat ik zelf best wel heb. Het is wel iets wat mensen met autisme vaak ook wel hebben. Het kan ook zijn dat er een bepaald grapje wordt gemaakt of iets sarcastisch wordt gezegd. En dat wij dat gewoon niet doorhebben dat het om een grapje gaat of dat het sarcastisch bedoeld is. En dat kan echt wel voor ongemakkelijke en vervelende situaties gelden. Ik moet zeggen dat ik soms ook wel gewoon om mijzelf moet lachen hoor. Soms wordt er een woord gebruikt wat twee betekenissen kan hebben. En dan zie ik gewoon soms eerst het ene in mijn hoofd, een bepaald voorwerp, terwijl het beeldspraak was. Dat kan gewoon soms heel grappig zijn. Iets waar mensen met autisme vaak een hekel aan hebben, dat is onrecht. En ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen zonder autisme die een hekel hebben aan onrecht. Maar toch zie ik het gewoon wel veel meer bij mensen met autisme. En wij zijn van onszelf ook wel heel erg loyaal en eerlijk. Ook vaak wel eerlijk op het overdrevene af. En ja, onrecht, dat komt gewoon niet in onze wereld voor. Misschien is het soms bijna wel iets heel onschuldigs bij ons of zo. Daarmee kom ik dus ook wel op het laatste punt en dat is eerlijkheid. Zoals ik al net zei, we kunnen gewoon overdreven eerlijk zijn. En als bijvoorbeeld iemand aan ons vraagt hoe gaat het met je of hoe is het? Ja, dan kan je zomaar hebben dat wij gewoon heel eerlijk vertellen van nou, het gaat helemaal niet goed. Ik heb gisteren een paniekaanval gehad of het gaat vervelend op het werk. En dan komt er misschien wel een heel relaas uit. En dat kan dus ook zomaar bij iemand zijn waarbij dat eigenlijk niet gepast is. En dat kan dus ook bij iemand bij de bushalte gebeuren. En die persoon, misschien dat het dan iemand is die je dan wel eens ergens gezien hebt. En die persoon vraagt eigenlijk gewoon van hoe is het om een gesprek te openen. En dan hoor je dus eigenlijk gewoon te zeggen, ja goed. Daar kunnen wij dus best wel moeite mee hebben. Want eigenlijk als wij dan zeggen goed, dan voelt het als liegen. En dat is niet eerlijk. Dus wij willen gewoon de waarheid zeggen. En ik moet zeggen dat het mij wel steeds beter lukt om in te schatten wanneer je zeg maar goed zegt. Of zijn gangetje, zeg ik ook nog wel eens. Vergeleken met wanneer je wel eerlijk kunt zijn en wanneer daar ruimte voor is. En ja, weet je, niet iedereen hoeft maar je hele levensverhaal te horen. Ik ben er ook wel steeds voorzichtiger in geworden aan wie ik dingen toevertrouw. Want ja, voor je het weet gaat het hele bedrijf door bijvoorbeeld. Dus ik ben daar wel echt voorzichtig mee geworden. En dat is ook wel aangeleerd gedrag. Dat is niet iets wat ik eigenlijk echt wilde noemen. Maar dat is wel iets wat mensen met autisme wel kunnen hebben. Dat wij toch door het leven op een gegeven moment dingen leren van niet-autistische mensen. Dat wij kijken vaak van als je ergens binnenkomt dan schud je iemands hand. Tegenwoordig niet meer zo vaak. Maar zo was dat. En als iemand aan je vraagt hoe gaat het, dan kun je dus goed zeggen, ook al gaat het niet goed. En op die manier proberen wij zeg maar wel weer in het plaatje te vallen van mensen zonder autisme en dus mee te komen in de maatschappij. En dat is dus ook wel weer iets wat heel vermoeiend kan zijn, want eigenlijk moeten wij dus een soort van acteren om normaal gevonden te worden. En dat is best wel heftig. Nou hoop ik niet dat dit allemaal heel negatief is geweest. Want ja, wij mensen met autisme hebben ook heel veel talenten. Bijvoorbeeld die nauwkeurigheid, eerlijkheid,
creativiteit vaak ook. We zijn vaak ook hartstikke lief en aardig. Dus daarmee wil ik dan ook graag afsluiten. Nou, misschien herken je hier wel wat in. Misschien heb je wel vragen. Stel die dan gerust onder deze video of deel je eigen ervaring. En als je het een leuke video vond, vergeet dan niet te liken of te abonneren. Daarmee steun je dit kanaal. En dan zien we elkaar weer de volgende keer. Dag!